De gemeenteraadsverkiezingen. 21 maart is het al zover. Weet jij al wie je gaat stemmen of vind je het ook zo lastig? Om jou te helpen hebben we alle Bornse partijen gevraagd naar hun standpunten over tunnels onder het spoor. De kern Borne kent vele problemen bij de spoorwegovergangen en de spoorse doorsnijdingen. Om hier een oplossing voor te bieden is er een 6-stappenplan ontwikkeld. Hiermee worden de wijken Oldhof, Reuvenkamp en Letterveld leefbaarder gemaakt. De 6-stappenplan houdt onder andere in de gemeentelijke verbindingsweg langs de Molenkamp met een tunnel, de Bornebroekse straat met een tunnel en de Aasloze straat met een tunnel. Tevens kunnen we dan de knip tussen Jesminkaden en de Bonte Koe realiseren, waardoor de Bornse maten aangesloten worden bij de kern van Borne. Tevens wordt door dit plan alle mobiliteit, dus automobiliteit, maar ook voor de fietsers, het alle doorgaande verkeer en het verkeer een stuk veiliger. GB90 steunt dit plan en wil hier volop aan werken.